Goedemorgen iedereen en welkom bij Vlogmas dag 9. Ik ben wakker, ja, of course. Het is, denk bijna 9:30. Ik ga de adventkalenders openen, omdat ik ga nu naar Celine, dan ga naar Hasselt en dan ga ik waarschijnlijk slapen bij de Mystery Guest, omdat ik morgen terug daar moet zijn. Dus ga ik ze nu al openen. Oké, dus 9. Nagelstickers. Deze zijn wel schattig. Het zijn kleine zilveren sterretjes. Maar ja. Ik gebruik dat niet. Dan de IKEA. Number 9. Oh, yummy. Een chocolaatje met een noot in. Dan ga ik zelfs eten. Body Shop. Oeh, 9 is keigoed. Oh, een wimperkruller. Handig, want ik had echt een hele slechte. Dus dat is wel tof. Jee. Nee, sorry schatjes, dat is niks voor u nog niet. Maar nu komt voor u. Kom maar. Ze zijn excited, Salle. Kom maar. Ieder 3, hè? Oké. Muffin. Muffin. Of Milky, ook goed. Muffin. Vandaag is die lip liner en lippenstift van de Primark opdoen. Alhoewel, die passen wel echt niet samen, want die is heel donker. Oké, de lippenstift dan gewoon. Oei. Dit is echt wel veel meer nude dan ik dacht. Ik weet niet of jullie het goed zien met het licht. Maar dit is echt... Dat is precies wat ik foundation over mijn lippen heb gedaan. Vind ik niet zo mooi. We hebben net pakjes gemaakt. En het zijn er wel wat. Amai. Het zijn er echt veel vandaag. Woehoe, coming your way. Alrighty, onderweg naar Hasselt nu. Celine en ik gaan nog heel even naar de Primark, want we moeten kapstokken hebben voor morgen. Voor onze pop-up. En daarna gaan we even met Pew Pew iets drinken en ook iets eten misschien. Met Pew Pew, dus met Sarah en Louisa. Zoals jullie weten zijn dat hele goede vriendinnen van ons geworden. Dus dat gaat ook weer kei fijn en gezellig zijn. Kijk er naar uit om hun te zien. We proberen toch zo wekelijks af te spreken, maar dat lukt niet altijd. Omdat we beide wel druk bezig zijn. Wij met onze webshop, zij met hun winkel. Maar oké. En dan moeten we deze avond spreken op een event, op een social influencers event van Snowballs en het event noemt Snow Lab. Dus daar gaan we deze avond ook spreken. We gaan een half uurtje spreken
Ik ga proberen dat iemand wel stukjes kan vloggen. Als jullie dat leuk vinden, ik hoop het. En anders niet, maar normaal gezien kan mijn mystery guest wel. En dan gaat die ook vloggen. Want het is wel heel leuk met mijn mystery guest. Hij is wel heel fel bezig met dezelfde dingen als mij. Dus dat is wel tof. Allee, hij is niet Insta-famous of zo. Maar zo grafisch design, al die toestanden, webdesign, een beetje zoals Nick. Dus dat is wel fijn, want dat helpt mij natuurlijk ook wel heel veel met mijn job. Dat is ideaal. Dat vult mij perfect aan. Sommigen onder jullie hebben misschien nu wel een idee wie dat het is. Maar heel veel vragen ook, wanneer krijgen wij die mystery guest nu eindelijk te zien? 20 december komt de allereerste vlog met hem. En waarom 20 december en zo, dat zal ik ook wel in die vlog vertellen. En ik zei hem, dus nu weten jullie ook al dat het een man is. Maar dat hadden jullie waarschijnlijk wel aan het horen. Oké, off to Hasselt. Wij zijn met Sarah en Louisa. Hallo. Sarah. En Schapeke. En we hebben net eten besteld. Céline heeft een nieuwe hond. Milka, ze heeft u ingeruild. Nee, nooit. Ik wil Vegas wel. Wil je er vanaf? Hé, Vegas. Vegas is trouwens de hond van Pew Pew, hè, de mascotte. Hé, Vegas. Ja, ja. Nog een fashion dog. Kijk, Lara is er ook. Ja. Zeg hey tegen de vlog. Durf je dan? Zeg hallo. Hallo. Vegas is wild, hè? Steek hem maar terug in zijn tas. In zijn hondentasje. Rustig aan. Ik zal ze open houden, hè? Steek jij Vegas een kast? Dat ding is het, hè? Ga maar. Hallo, dag Vegas. Dag. Vegas, er is het. Nee, en. Ja, zo. Oh, ja. Pas op met zijn haar. Pas op met zijn haar. Dat is nog. Vegas bukken. Zalig. Vegas bukken. Ja, dus goed. Goed gedaan, Lara. Wat zeg je tegen de vloggers? Wilt je nog iets zeggen tegen de vloggers? Nee. Ik vind dat jij ook moet beginnen vloggen. Maar je doet dat eigenlijk al, hè? Ja, dat is waar. Oei. Oké, we zijn aangekomen bij Snowlab. Ja. En ik weet niet of ik al had verteld, ik denk het niet, maar hier gaan we spreken vanavond voor 100 mensen. Allee, we hebben dat nogal gedaan, maar toch, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar daarom heb ik deze. Een glaasje alcohol, om de zenuwen een beetje te dingen te stellen. Het is hier wel mooi, ik zal het laten zien. Hallo iedereen! Hallo! Ja, wij zijn Céline en Tanisa. Jullie kennen ons misschien wel, misschien ook niet. Dus we zijn wel blij dat social influencer marketing nu ook wel hier super goed gekend is, omdat er ook gebruik wordt van gemaakt, zoals ja, bedrijven zoals jullie natuurlijk. Dus dat wel steeds meer op gang komt.
Okay, I'm back. Ik ben terug van het Snowlab event. Het is ondertussen denk ik 12 uur of zo, ik weet het niet. Het was heel fijn, het was heel leerzaam. Het was ook heel tof om zo te socializen op het einde. Wel een paar heel toffe mensen leren kennen. Dus dat was altijd fijn. En voordat ik deze vlog afsluit, wil ik heel graag nog een giveaway doen. Woehoe! Dus wat geef ik weg in deze vlog? Als eerste geef ik de Body Shop plus House of Holland lip kit weg. Dus dit is zo de verpakking. Een super tof metalen doosje met lipjes en sterretjes. En daarin zitten 3 matte lipsticks. En dat zijn deze 3 kleuren. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dus dat zijn deze. Dit is mijn absolute favoriet. Deze is heel mooi voor de winter. En dit is een hele mooie nude kleur. Dus super tof. Ik heb deze zelf ook natuurlijk allemaal. Dan geef... Wat is dat? Dat geluid. Hoort je dat niet? Ja, oké, okay, maakt niet uit. Zoek jij maar uit wat het geluid is. Mijn tas is uw vibrator. Mijn vibrator? Ik heb geen vibrator bij. Ah, is dat niet mijn Clarisonic? Ah, dat is dat dingetje. Ja. Uw vibrator. Dat is geen vibrator. Dat is voor mijn gezicht te reinigen. Oké. Okay. Maar goed dat ik u nog niet film hoor, mystery guest. Want dan zouden ze wat zien. En dan als tweede, samen met dit, geef ik nog een body butter weg in Frosted Berries. Dus dat is deze. En die ruikt oh, zalig. Oei, ik doe die nu wel open. Sorry. Dus ik heb die al open gedaan voor wie dat die wint. Maar ik heb niet mijn vingers erin gestoken. Dus, en die ruikt echt super lekker. Zo heel kerstig en zo. Dus dat is mijn giveaway. Deze giveaway eindigt op dag 14. Dus dat is binnen 5 dagen. Dan kies ik de winnaar in mijn vlog. Wat jullie moeten doen om mee te doen is... Laat een leuke comment na. Zeg waarom dat jullie mijn vlogmas leuk vinden bijvoorbeeld. Of wat jullie leuk vinden. Of wat jullie willen zien in mijn vlogmas. Dat mag ook. En deel de video op of Facebook of Insta Story. Dan mogen jullie kiezen. Laat ook weten in de comments wat jullie hebben gedaan. En dan kies ik dus de 14e de winnaar. Heel veel succes. En ik ga hier dus de vlog afsluiten. Slaap wel iedereen. Ik zie jullie morgen op de pop-up in Hasselt. En ja, tot morgen. Hè. Slaap wel.